Je hoort zelfs nog de omvormer, die Elektra. Het is echt als ze gaan branden als een paard eigenlijk. Ik hoorde eerst een hele grote knal en toen in mijn onderbroek er naartoe gerend. Maar toen was ik eigenlijk al te laat, want hij stond al een klein beetje in brand. Toen ben ik teruggerend, heb ik die andere sleutel gehaald. En die heb ik nog weg kunnen rijden. En die staat nu verderop. Ik heb wat brandplekjes op mijn rug nu, omdat ik ja, toch in mijn onderbroek stond te doen. Het was een oud invalide bus. Ik heb hem zelf omgebouwd tot camper. Het was een soort van portaal naar avontuur. Ik ging erin zitten en ik reed ergens heen. En ik hoefde eigenlijk nergens over na te denken, want ik had altijd alles bij me. Ik kon slapen, ik kon eten koken, ik kon mijn koffie 's morgens zetten. Ik snap dat als je een auto ziet dat je denkt, ja, dat is een stukje metaal. Maar als je weet wat voor energie hierin zit, dan is het zo ontzettend jammer. Ik denk dat dit €10.000 is of zo wat hier in vlam is gegaan. En dat is eigenlijk een beetje alles wat ik verdiend heb afgelopen jaar. Het enige wat ik me bedacht is, ik stond hier te kijken naar die vlam. Nou, dan ben ik blij dat ik hem nog heb zien branden. Anders dan kom je helemaal zo verward van, wat is hier gebeurd? Ja, dit is helemaal bizar ook om te zien hoe dit weggesmeld is. Gewoon het motorblok gewoon op straat ligt eigenlijk. Kijk, ik heb een andere uitlaatkleppen, sport en zo, waar ik naar uitkijk en zo. En ja, als je dat niet hebt, dan... Ja, dan moet je iets doen om een soort van intensiteit in je leven te hebben, om te voelen dat je leeft. En het is gewoon wel diep triest dat je dat dan doet ten koste van anderen. Dat vind ik eigenlijk nog bijna zelfs sneu voor iemand dat die dat doet. Dat ik denk, ja, er zijn zoveel andere leuke dingen die je kunt doen. Dan heb ik medelijden met je, dat je dat moet gaan doen.